Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telden, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Jacob Cohen, geboren in Arnhem op 4 december 1933. Mei 1940 woonde Jacob met zijn ouders, broertjes en zusjes aan de Wielakkerstraat 36 in Arnhem. Niemand van het gezin van 9 personen overleefde de Tweede Wereldoorlog. Jacob Cohen overleed op 21 januari 1943 in Auschwitz. Hij bereikte de leeftijd van 9 jaar.